we beginnen hier. Kom hier bij dit bordje. Dat is awesome. Oké. Nou, dat is leuk, zo kort. Maak jij even een intro? Ja, ik maak wel een intro. Wat doe jij? Oh shit. Da rules. Oh, wacht even, wat doe ik? Zo. Oké. Niks veranderd. Nee. Ja, hallo YouTube. Hallo YouTube, ja. Hey. Ja, nou, wij gaan... hoe heet het? Zombiecraft? Nee, wacht even. Hoe heet het ook? World of Zombies. World of Zombies spelen. Ja. Omdat we al een tijdje niets hebben upload. Ge-upload, sorry. En dan werd maar weer eens tijd. En we gaan eens even wat creatiefs doen. Eerst gaan we alle regels voorlezen. Allemaal. Yo, holy Welcome shit. Welcome to Zombie Ponage. Your objection is to last... Nou, ik doe het wel even in Nederlands voor de 12-jarigen onder ons. Het idee is dat we het einde van de wereld halen. Het gaat kamer voor kamer. Elke kamer heeft twee hendels, levers, die je moet overhalen om naar binnen te kunnen. Of naar de volgende kamer te kunnen. Ja. In elke kamer, nou ja, als er een chest is, dan mag je per persoon één ding uit de chest halen, per chest. Dus als er twee chests zijn, dan kan je dus twee dingen pakken. Nou, je mag niet cheaten, je moet de deur achter je dicht doen. Ja. Play op normal of hoger. Staat hij erop. Het is illegaal om aids te hebben in dit level. Dat is niet eens grappig, waarom lach je? Ik vind het wel leuk. Oké, laten we gewoon beginnen. Oké. Ik zet de dingen nog wel even in de beschrijving. De texture pack, wat nu anders is. Epic, nee, hoe heet het ook weer? Sexy Craft, dat hoort bij deze custom map. Oké, laten we dan niet beginnen. Nee! Hij is gelukkig op mij gefocust. Oké, laten we de map meteen al breken. Maar dat hoort helemaal niet, toch? Wel. Hoor de creepers in zitten. Oh, je hebt... Nou, maar twee blokjes. Nou, die ene is van mij. 2,5 damage. En we mogen nu... Oké, een stone sword pakken. Okay, en een andere raw pork chop. Oké, we hebben een raw pork chop en een sword. Dat zijn wij echt... Ze zijn te goed voor ons. We moeten nu gewoon door ons... Ja, goed van je om meteen te beginnen. Oké, we starten. Ah, ik kom... Nee, dit gaat... Oh, ik weet wel een manier hoe je effectief die dudes kan doodmaken. Maar dan moet je hem dan gelijk weer dicht doen. En dan... Oké, ik doe hem open en dan sla jij. Goed. Ik blijf gewoon slaan. Oh, oké, hij kwam naar binnen. Ik heb 1 damage, maar oké, ga niet. Oké, ik ga. Ja, nee, echt. Strak plan, vriend. Poepneuk. Ja, nee, wauw. Wat heb ik nou aan jou? Ik wil nu gewoon een iron door kapot maken. Oh, er is nog een zombie. Doe ze weg! Doe ze echt! Laat me erin! Oké, nu. Nee, dat is echt... Weet je nog nooit. Oh shit. Ik heb een pijl gemaakt. Oh, dan zet hem terug. Cheater! Er is nog een zombie. Oké, om de beurt. Mag ik hier langs eigenlijk? Ja, als het dus... Ja, vast dan. Een chest. Well done. Wat zit erin? Een armor. Moet ik jou een armor brengen of haal je het zo? Oh, vaak in mijn geval. Moet je armor gooien? Nee, jij moet het zelf doen. Nee, oh mij, wat voor armor is het? Leather. Ja, maar als in... Gewoon een chest, een stuk chestplate, hier. Oh, maar... Je gaat toch wel naar beneden. Ligt daar op de grond? Ja. Oké. Ik heb nog maar 4 hartjes. Ik heb nog maar 3 hartjes. Oké, mijn poortje. Zijn wij. Oké, waar is die lever die we moeten doen? Is die hier? Ook niet. Oh nee, dit is een spawn room. Heb je. Oh hey, daar komt een zombie boy. Om de beurt slaan, oké? Van achter. Oh yeah. Oh ja. We moeten de deur achter ze dicht doen. Oh ja, dat was ook zo. Hoe de fuck noemen we dat? Nou, door... Ja, oh, hey. Shit, achter je... De spawn gewoon even willekeurig, weet je. Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. Kun je niet? Hier is de exit. Ja, nee. Oh, hier deze deur moet achter ons dicht doen. Zo. Zit hier... Oh, ik heb cooked fish! Mogen die ook gebruiken? En hier mogen we weer een stone sword uithalen, toch? Ja, ik denk het. Oké. Nee, 2 zwaarden, dan is extra handig. Nou ja, zonde. Oké, we doen hem open. Extra fantastisch. Oh shit. Oh jezus, deze zombies zien er best wel wat gaar uit. Moet ik zeggen. Ik heb nog 1 hartje trouwens. Ik ga... Ik heb alles opgegeten. Ja, nee, ik heb mijn cooked fish nog niet opgegeten. Oh, ik ben dood. Je liep voor me. Oké, staf ligt hier nog.
Oké, laat het liggen. Ik kom eraan. Oh, Dus dan gewoon moet ik even naar mij even dan. naar je toe proberen te komen zonder dood te gaan. Zo. Dat is Oh wel shit. Oh, hey, nee, dat. Oh, nee, echt. Dank je. Mag hoor. Oh. Toch? Oké. Nou, ik vind het best chill. Also, ik had een vis. Oh, die heb ik. Hier. Oh, thanks. Oké, nu gewoon naar de volgende kamer rennen. Ja, waar is Waarom hij? Zijn al die kamers trouwens open? Hier in Challenge Room. Ben je hier? Hoe de fuck komen we daar? Oké, okay, challenge. We doen een challenge. Wat is het voor Furnace challenge? Met hout. Wat kan... Nee, dat is hier Oh, trouwens... wacht. Misschien dat moeten is we... hier een ladder. Misschien moeten we Moeilijk. springen. Misschien moeten we springen. Oh, zo. Oké. Oh. Oké. Ik heb best wel veel, dus ik ga gewoon zo. Ja, dat is goed, ja. Als jij dan die dingen, die houten dingen even ophaalt weer. Oh, man! Je faalt hem al. Ja. Goed van je. Ja. Ik weet niet eens of het mag, maar goed, ik heb gewoon een... Ik heb gewoon een cobblestone nog, dus hier... Oh! Oh, pig! Wat? Oh, ga weer dood. Oh, man. Well done. Oh, hier zit een heel armor in. Zonder de... Okay. Achter... Oh ja, ik kan denk ik dan nooit komen. Oké, cool. Ik ben geen Kerber. Oh, ik doe even een geile armor aan, zo nog cooler uitzien. Nee, ik doe alleen de laarsjes. en de hoed. Dit ziet er echt fucking dom uit. Oké, we gaan toe. Waarom ook. Oké. Maar je mag... Oh, trouwens, je mocht toch nog geen blokken plaatsen. Nou ja, ik vind het goed. Wel toch. Hier zit toch gewoon... Wees, zo'n wees! Ah! Vermijden gewoon, weet je. Oh, cool. Nee. Anderhalf hartje hebben is vet leuk. Moeten ze echt samen doen, want anders dan... Half hartje hebben is nog leuker. Brood, hier, hier is... Oh, maar wacht, hier kwamen we vandaan juist. Echt niet, hier. Hier. Ja, daar... Ja, dat zeg ik toch. Jezus. Oh, jezus. Oh, ja, dan nee. Ik PvP aan. Godverdomme. Dank je. Ik krijg terug, bitch! Brood. Oh, oh shit. Oké, okay, hoog en een... Food, finally. Oh, bow and arrows, man. Oh, echt? 5 pijlen per persoon. Echt? Ja. Dat is precies genoeg om een zombie te doden. Room number 3, medium. Oké, you ready, Boyd? I'm ready, I'm opening. Ik doe even al mijn armor aan. Okay. Beetje matig, oké, ja. Oké, open. Let's go, like a boss. Oh, jezus. Oh shit, ik Oh, dude! Oké, ik heb een paar geloofd. Oh, nee, 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 dit is echt leuk. Doodgaan, ik hou van doodgaan. Weet je, ga weg! Kijk, ik heb een paar vermoord dan. Ik ram die in je muis gewoon. Ja, je kan hem ook gewoon ingedrukt houden, maar oké. Oh, jezus, man. Heel shit. Hé, maar dit doen we best netjes nog. Shit, mijn sword is kapot. Nee, ga weg! Oh jezus, pijn. Oh. Nice job, boy. Boy, boss. Nice. Ah, achter je, achter je! Ah! Oh, we gaan niet naar boven. Oké, here lies Smelly Dumb the Snoop. En hier staat Tasty Jack Pink Tidy Biatch. Zo. Nee, ik wil geen Biatch zeggen. Dan kom ik over een power. What the fuck moet dit voorstellen? Kijk hem nou. Waar is die challenge van? Oh, dat is de exit. Waar is de challenge? Dit is een spawn room, ik ga hem gewoon kapot maken. Oh nee, wacht even, dit is een chicken. Een pig spawner! Pig spawner, ja! Yeah. Oh shit, hier zit een zombie in de spinweb. Waar ben je? Hier godsom? Is de challenge, hier beneden. Kom maar aan. Een sapling en een boom. Oh, kijk. Zombie. En ik heb nog anderhalf hartje, dus. We zijn hier dus. We moeten hier dus een sapling plaatsen en dan met bone. Oh man, zo mee! Zo mee! Oh shit, pak hem! Au! Nog een half hartje. Help! Oh. Oké, we moeten dus niet met bone meal die boom laten groeien. Oké, ja, boom. Oh, oh jezus. Oh, vet. Dat is echt oh, dan kunnen we eroverheen. Hey, yeah. Oh yeah. Hey, mag die... ik de volgende challenge even doen? Want jij maakt ze nu allemaal voordat ik kan nadenken. Oké, nou sorry. Ja, een iron chestplate. Oeh. En pijlen.
Mogen we alle pijlen pakken? Nee, want je mag maar één ding per kist ja, pakken. Okay. Nou, toch leuk geprobeerd, vriend.